Nou ja, het is natuurlijk vervelend de manier waarop in de laatste minuut. Maar ik denk dat we gewoon de positieve dingen mee moeten nemen. Want die hebben we vandaag al gehad. Dat mee moeten nemen naar vrijdag. En kop omhoog houden en de schouders eronder zetten en doorgaan. Ja, Reuvenie Meijer, jullie spelen een groot gedeelte vandaag met 10 man tegen de Graafschap. Maar verliezen we uiteindelijk toch in de 89e minuut. Een mokerslag lijkt me. Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Waar wijd je het aan? Waar wijd je het aan? Pech, vooral. Ja. Het overkomt Excelsior vaker dit seizoen. Is het dan nog wel pech? Ja, nou ja, ik denk dat het de fase waarin we zitten, dat het dan sneller gebeurt dan als je in een positieve stijgende lijn zit. En we hebben het nu even moeilijk. Jullie komen natuurlijk al meteen vroeg op achterstand. Hoe vond je dat jullie daarop reageren? Jij maakt een kwartier later alweer gelijk. Ik denk dat we na die goal waren heel even de weg kwijt. Maar vlak daarna pakten we het ook wel weer de draad op en voetbalden we goed. Maken we de 1-1 via een penalty. En speelden we goed voetbal op dat moment. Het is alleen vervelend dat je dan met 10 man komt te staan. Maar ik denk dat we dat uitstekend gedaan hebben. Jij staat bovenaan de strafschoppenlijst? Nu wel, ja. Luigi is geblesseerd, dus ja. En dat schuif je natuurlijk meteen. Ja. Hey, na die gelijkmaker lijken jullie eigenlijk, controle is misschien een groot woord, maar jezelf goed teruggeknokt te hebben in die wedstrijd. Is die onhandige rode kaart dan meteen het punt waarop je beseft van, dat wordt maximaal punt koesten? Nee, dat niet. Ik denk dat we met die man gewoon goed gedaan hebben, ook nog kansen gecreëerd. In de tweede helft vooral ik nog met de bal voorlangs en daarna nog een bal van Elias die een beetje te veel naar de zijkant was. Maar ik denk dat wij de Graafschap heel erg moeilijk hebben gemaakt met die man en dat ze eigenlijk geen oplossing hadden. Dan is het extra zuur dat hij zo in de 89e minuut valt. Je benoemt het zelf, jij kreeg eigenlijk de twee grootste kansen nog voor Excelsior in de tweede helft. Vond je dat een van die twee toch echt wel wat ingemoeten missen? Ja, vooral die eerste die net voorlangs ging. Ja, dat is gewoon vervelend. Dat is ook in de fase waarin je zit dat het dan net niet mee zit. Gaat net voorlangs. Die moet er gewoon in. Is gewoon zuur. Ja. Wat voor positieve punten vind jij dat Excelsior, naast dat jullie het met een man minder, de Graafschap eigenlijk tot het laatst gewoon zo lastig maken? Wat voor positieve punten kunnen jullie nog meer meenemen, vind jij? Hoe we het met elkaar gedaan hebben vandaag. De strijd geleverd hebben. Werklust. Ik denk dat we dat mee moeten nemen naar komende vrijdag. Qua team spirit zit het nog goed in ieder geval. Ja, zeker. Alleen is het wel een flinke tik. Ja, en niet de eerste tik. En Excelsior moet natuurlijk meedoen om die promotieplekken bovenin. Maar voorlopig staan jullie daar heel ver vanaf. Ja. Leeft het idee nog wel in de groep van als wij gewoon ons ding blijven doen, dan gaan we daar vanzelf wel terechtkomen? Tuurlijk, ja. Je moet niet de moeten opgeven zomaar. Ik bedoel, het is nog vroeg in het seizoen. En het is beter nu dat we dit hebben dan aan het einde van het seizoen wanneer het om de prijs gaat. Mats Wiever stond vandaag in de basis, waardoor jij in plaats van het middenveld een linie naar voren opschoof. Ja, die jongen komt natuurlijk ook uit het oosten aangetrokken richting Excelsior. Ja, wat kan jij vertellen over hem? Is een goede jongen. Brengt wat power mee in het team. Creatieve speler. Wil vooruit voetballen. Ja, dus een goede speler. En ook nog jong. En kan zich makkelijk aanpassen blijkbaar, want speelt natuurlijk grotendeels centraal achterin. Ja, heeft hij ook goed gedaan, dus prima gedaan van hem. Kende jij hem eigenlijk al voordat hij bij Excelsior kwam? Nee, hij zat bij Twente en ik bij Heracles, dus ik ken hem niet van tevoren. Nee. Ja, en nu? Met wat voor idee gaan jullie nu naar de volgende wedstrijden? Het is natuurlijk vervelend de manier waarop in de laatste minuut, maar ik denk dat we gewoon de positieve dingen mee moeten nemen, want die hebben we vandaag al gehad. Dat mee moeten nemen naar vrijdag en kop omhoog houden en de schouders eronder zetten en doorgaan.